Waarom is dit nu een bootcamp? Waarom een bootcamp? Omdat er eigenlijk vaak is het, allee, gebruik is het bij ons, allee, voor ons het cliché, dat ik ook verstand heb, dan zeggen die het mogen van, ja, die zitten allemaal aan de dop enzovoort, en een beetje om het tegenstelde eigenlijk te bewijzen van, kijk, wij kunnen echt elke dag een uur opstaan, terwijl we het drie uur in de nacht werken eigenlijk aan muziek, en ook aan verder dus het verloop van de muziek. Nee, dat is echt keihard werken, kans direct door. Keihard werken, schrijven, plannen, ook toekomst, plannen, vooral kijken wat we gaan doen volgend jaar. Zodat ik verder denken dan gewoon nemen. Dat is een beetje te veel voor de mannen. Dat wordt inderdaad een beetje te veel voor de mannen, maar het is een beetje op zijn tanden blijft. Het is maar 4 dagen en ze hebben ook hier alles gemaakt natuurlijk makkelijk. Qua slapen en drinken en studio gebruiken en dergelijke. Het is echt soms niet zo gemakkelijk, Timo. Het is echt niet zo gemakkelijk. Ja, dat had eerder was misgelopen met samenwerking. Ik wist niet wat ik moest verwachten daarvan. Maar dat is wat er aan het gebeuren is met mij. Ik vind dat echt wel angstaanjagend. Kijk, als ik me nu op een dag opbelt, we gaan shit doen. Geen probleem. Ik bel ofwel iemand op die naar hier komt met mij. Of ik pak de trein. Als je dan met beginnend volk gaat doen, met jongens die pas bezig zijn van 14, 15 jaar. Ik weet niet, mogen die dat? Kijk die ene, Rita moest naar zijn maat halen. Rita heeft dat goed gedaan. Dat was het moeilijk. Ja, jammer dat ik ze voor de deur moet. Je laatst me versleten. We hebben eigenlijk vrij vernieuwende muziek gebruikt. Die heeft goed klonk. Iedereen klinkt er goed op. Maar ik zou zeggen, voorheen dat accent voor het klinkt hier zo. Als iemand mij dat toestuurt, dan is het 2 seconden. Ik heb een BLK test hier. Ik heb er een pen van. Terug een brood testen. Een CD is ook de eerste. Ik ken mensen, ik weet wat ik moet doen om met mensen in contact te komen. Die zijn misschien eens terughoudend, dat zo. Nu weet ik, als ik iedereen zijn e-mailadres heb, ik kan iets fixen met Jinx, ik kan iets fixen met de meisjes. Ik zou daar vlotter in zijn dan. Van groene bouwt is de liefde voor de muziek en de zon vergeet houdt. Bij inhoud voor iedereen is wat. Nu, we maken een hip-hop die talenteen. Overal de ervaring eigenlijk, zo in de boten kunnen spelen. Iedereen heeft gewoon zijn eigen stijl. Talenteerd, ja. Groter eigenlijk wanneer iemand van je talenteerd is. Of nu, dus ja, ze hebben een gitaar gewoon en een ding. Ibrahim, wat ga je doen? Wat ik aan het doen? Schrijven. Nee, het zetten van letters op een blad. Waarom doe je dat niet? Oh, mijn nog niet. Oh, oké, zo Julia, kunnen we zien? Ja, ik kan. Gaan we iets maken of wat? Ik dacht niet zo zitten om maar in te schrijven, maar het is... Bootiekamp met z'n allen. Bejaarden achter het stuur. My name is Dunne en I'm an alcoholic. Vlaamse hiphopvrouwen, daar horen we niet veel van, maar hier zijn er ook bij. Ja.
Hier, de samenwerking mannen-vrouw, dat lukt ook? Dat lukt zeker en vast. Iedereen helpt mekander. Iedereen heeft ook veel respect voor mekander. Het is alleen omdat ze mekander niet raad of zo qua dialect of zo. Maar het is heel rustig aan het verlopen. Iedereen concentreert zich ook op de muziek. Dat uur veranderd is of zo. Goedemorgen jongens. Hoe is het hier uit? Flink in de morgen. Ja. Konden jullie gisteren niet goed wat aan het zingen waren? Jawel. Is dat door de ramadan dat je ook vermoeider bent? Ja, heel zeker. Ik eet bijna niks, weet je. Ja, ja. Ik eet gewoon niks gezonds. Ik ben de hele dag, twee dagen lang, yoghurt aan het eten, chocola, koude koffie, zeer koffie aan het drinken. Dat is een goede lijn. Nee. Maar je hebt geen lijn nodig. Oppassen, ik heb veel dagen gereden. Wat is uw probleem, Rap? Bootcamp. Bootcamp. Philip, dat zo bezig zijn. Ik verspreek me 100 keer, ik ben moe. Dat is niet zo. Nele wil dus niet op de camera komen omdat ze een ongelofelijke pukkel op haar neus heeft. Voilà. Dit probleem even, dat kun je raken. Ik denk dat ik dat ook even. Ik zal het maar één keer doen, terfraan. We gaan het nog eens even doen, toch? Wat een beetje staan als je een beetje meer mag. We zien het hier, zeg maar. Man, het is party time. Als klink klink, man. Ik zing steeds. We zijn het druk om zijn papier. We zijn nog lang bezig. Julie gaat beginnen met de opnames, dus ik weet niet. Als je daar wilt blijven, is meer te zien, want ik ga nu... Ah, Said! Ik heb gepest, dat is wat ik denk. Oh, het valt wel mee, ik voel me niet zo moe. Ik zit er misschien wel moe uit, man. Ja, wij allen, hè. Het is bijna gedaan. Ik denk dat ik het zei. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, ik denk ja, zoals. Wordt veel gezopen. Allee, wat die fucking schoenen hier. Het is allemaal van. En het is de bedoeling om daar dan een echte band mee te maken dan? Nee, dat is niet de bedoeling. We gaan wel een cd maken, maar dat is enkel een soort etiket van ons eigen, een soort identiteit van welke als we dan samenkomen of om een paar maanden zo samenkomen, dan niet te doen, dat we kunnen boodschappen naar huis. Dus, ja, dat is dan iets hebben om verder te werken. Is begonnen, ben alweer in een dans gesprongen. Shake de konten, cocktails die pronken. Met aan de overkant homies die lonken. Zonder zorgen, high opgeklommen gangsternormen. Een DJ pompt de oren, vette beats, mix. Wife zingt en swingt mee op regelmaat de cocktail gefixt. Nu kan het niet meer mis, de juiste snaar raken. Van deze vrouwelijke vrouwen, verslaafd aan de liefdesurrogaat die ons voorbij raadt. Want ze komen en gaan. We vieren feest, want het is de vooroorlogse periode. Ik zie de voorbodes, dus ik dans voor de goden. In donkere talen blijft het feest blauw bij ma. En als de nacht komt, dan zijn de lichtjes blauw. Sergeant Dunnes, eenzame harteclubant. Verloren lopen in mezelf vind ik interessant. Hou je zonde voor de biecht, als stress op mijn gezicht. Mijn leven is gemakkelijker met mijn ogen dicht. Met mijn baggy worden broek zijn ik dikwijls uitgeschoven. Maar deze vest, zo klim ik naar boven. Op het tech of de kliniek, in een bak of
of het fabriek. Plezier maak ik met papier en met een biek. Elke keer ik weer op de dansvloer opereer, gooi ik meer mijn sfeer dan komt dat kind en met zijn speer. Leest beter of een eviaarsbrief aan of een peter. 8 maal is minder ver dan 8 kilometer. Je vriest als we ons vermaken, man, jou. Het is paradijs. We blijven vullen die glazen. Als klink-klink. Beter maten ligt die grens. Want ik zing steeds. Goed gestemd, je wordt goed gestemd. In die freaky fanaten. Je vriest als we ons vermaken, man, jou. Het is paradijs. We blijven vullen die glazen. Als klink-klink. Beter maten ligt die grens. Want ik zing steeds. Goed gestemd, je wordt goed gestemd. Attentie. Wil iedereen zich naar de dansvloer begeven? Wil iedereen zijn dagelijkse problemen voor de deur laten staan? En bij het buiten gaan en allemaal aan de portier geven? Ja, je komt de club binnen met een paar van die gasten. Belkamer is 15. Nood op tijd die gasten. Fokt, ik begeef me naar die dansvloer, want ik ken die beat. Ik geef mijn glas naar de richting van Said. En daarna, wel, ik waag het op een benchje. Hopla, de beentjes in chronometrie met de armpjes. We doen hier togo's, mijn ladies, die zijn warmpjes. En de VIP's bezet door mijn volk. Fuck, ça bouge. Je calque mon flow sur un coup de rouge, méga d'approuve. Donc je lance un move up, alors bouge. Je balance un big up sur ce groove. Poste pas l'estoiré. Prends la cadence qui t'entoure, laisse-la t'emballer, ok. Dans ce cadence, c'est ton tour, reste pas bloqué. Et zo'n party nummer gaat enkel over hoe goed je bent. Ik ben zo wijs, ik heb een lekker kont en dikke tetten. En melken om van te beginnen smelten. Zo van die shit, u zat promoten. Alsof ben een wijf met klote stoer. Zeg me kind, wie is terecht zo? Al dat gepost, al dat oppervlakkig doen en laten smoren en zuipen. Daar komen de gaten in mijn geheugen. Wil me verheugen op de parties die niet zo zijn. Chill, genieten van elkaars gezwijn. Zitten vergeten hoe het is, elkaar respecteren. Die stoeven over uw gemis, al dat commanderen. Zo'n maskergast komt soms van pas. Hoe komt dat iedereen doorslaat als je te veel verwachten gaat? Dit zijn die freaky fanaten. Je vriest als we ons vermaken, man, jou. Het is paradijs. We blijven vullen die glazen als klink-klink. Buiten maten ligt die grens. Want ik zing steeds. Goed gestemd, je wordt goed gestemd. Verkies authenticiteit, niet van dat schuine gezeik. Niet van kicks verrekt, de competition maar je skill. Logie bun, flik berikt, nutrition, chatje, awel. Want niet verrater, den dachten dat de verwachte gedachte verzacht. Zonder gram wordt de acht naast de nacht. Nien, een foto de beat, ze zeggen ze aan, fake niet. Break the beat of victor, niet de wake and creep. Laat het pintje staan of zeer een windje meer. Maar mama zeker, dat zeer wel niet.